Leuk dat jullie er zijn. Leuk dat jullie kijken. Ik ben momenteel in Fjor, Hongarije, voor een trainingsstage samen met de nationale selectie. We zijn er als voorbereiding voor de Europese kampioenschappen, waar we zondag naartoe gaan en begint dan 3 augustus. Dus we zijn volop in de taper. Als je niet weet wat taper betekent, dat is eigenlijk een rustperiode, ongeveer een week tot 2 weken voor een grote toernooi, dus nu de EK, waarbij we dus heel veel rust pakken. De trainingsintensiteit en volume gaat flink omlaag, zodat we gewoon volledig bijkomen, dat ons lichaam volledig scherp is en dat alle vermoeidheid eruit is. Dus daar zitten we nu in. Zorgt voor veel vrije tijd. We trainen nu ook maar 1 keer per dag, dus dat is heel lekker. Lekker uitslapen, lekker 1 keer 's middags trainen. En daarna hebben we vakantie, dus daar kijkt iedereen naar uit. Ik dacht, ik wil jullie ook meenemen in hoe wij onze vakanties vieren. En of mijn teamgenoten ook, of zij wat feitjes en weetjes hebben over hun vakantie. En gaan we misschien wat dilemma's voorleggen. Dus blijf kijken, het wordt leuk. Als je nog benieuwd bent naar hoe wij hier trainen, kijk dan de vlog terug van vorige week. Daar had ik alles laten zien van hoe we trainen, waar we trainen en ja, eigenlijk de rest van het team. Dus blijf kijken en tot zo! Willen ze mijn teen zien, jouw volgers, denk je? Nee. Ik weet niet of dat verstandig is. Ja. Kijk, ben besnappen. Je hebt een haar aan je, ook zo hard. Ja. Nee, ik ging je niet kietelen, er zit een haar. Ja? Nee, ik ben er aan het opnemen. Hij staat er aan, nee, maar nee, nee. Er is een haar aan je ook zo. Ja, hier ook. Ja. Nou, Kira en Femke. Wat hoi! Oké. Okay. Ja, wil je jezelf voorstellen? Nee. Wat nemen jullie altijd mee op vakantie? Vakantie of trainingsstage? Vakantie. Vakantie. Gaat op vakantie. Bikini. Ja. Want ik wil eigenlijk van die 10 lines. 10 verschillende bikinis. Ja, veel bikinis. Echt 10? Ja, 5. Okay. Of 6. Meer dan 2. Ja, meer dan 2. Nou, Jesse Puts. Wat neem je altijd mee op vakantie? Mijn zwembroek. Stanis Beenbergers. Uit Brabant. 6 vragen. 7 vragen. 7 zelfs? 7. Ik wil steeds meer. Wat neem je altijd mee op vakantie? Altijd mee op vakantie? Mijn zwembroek. Mijn paspoort, anders kom ik het land niet. Oh. Ja, dat is wel een leuk verhaal. Ik neem bijna altijd mijn paspoort mee. Oh. Waar ga je het liefst op vakantie? Naar Italië. Hebben ze en een mooi land. En hebben ze super lekker eten. En een hele lekkere wijn. Nou, ik heb zelf dus een tijdje in Australië gewoond en heb een heel klein stukje van gezien. Want ik was daar voor het zwemmen, dus ik heb heel veel gezongen daar vooral. En daar zou ik heel graag nog een keer een stuk verder willen reizen. Heb je een leuke vakantietip? Ga naar Italië. Ga naar Australië. Waar ga je het liefst op vakantie? Waar de zon schijnt. Het okay. Land maakt niet zo heel veel uit. Ergens waar ik aan het strand kan liggen en niks hoef te doen. Dus waarschijnlijk Spanje of zo. Spanje. Ja, ik hou van mijn favoriete vakantiebestemming tot nu toe was Australië. Maar ja, het liefst ga ik gewoon ergens heen waar ik nog niet geweest ben en waar ik heel veel mooie dingen kan zien. Deze zomer ga ik naar Kroatië bijvoorbeeld. Ja, dat heb ik eigenlijk ook, maar ik ben vorig jaar naar Maui geweest en ik ga dit jaar weer naar Maui, dus ik denk dat dat wel... Maui. Ja, zo fijn. Heb je een leuke vakantietip? Ja, zet je telefoon uit. Ja, ga een keer op de fiets. Zeg maar, ga een keer racefietsen. Dan blijf je fit, want als atleet, neem maar serieus, echt superleuk. En je beleeft, zeg maar, op een hele andere manier dan dat je in de auto, zeg maar, de uitzicht ziet, want je ruikt en je... Nou ja, het is echt, ik vond het super leuk. Oké, dus met de racefiets. Ja. Ja, en zeg maar gewoon een beetje voorbereiden van waar je naartoe wil, wat je wil zien en zo. Dat is ook, dan heb je ook een beetje voorpret, dat is leuk. Oké. Okay. Ja. Voorpret, telefoon uit en pak de fiets. Oké. Okay. Ja, doe wat je. Gewoon lekker veel relaxen. Lekker veel relaxen. Ik zou zeggen, pak gewoon, ga met je familie het water in en probeer elkaar helemaal gek te maken. Een beetje balletje overgooien. Lekker leuke dingen doen.
Nooit meer reizen of nooit meer je vrienden zien? Duidelijk. De volgende vraag. Ja, dan zou ik zeggen nooit meer mijn vrienden zien, want met reizen vind je altijd vrienden, toch? Zeker. Nou, bedankt. Hè? Wil je mij liever mij nooit meer zien? Ik dacht dat je mijn vriend was. Nee, ja, ik zou denk ik ook nooit meer mijn vrienden zien. Ja, want ja, ik ben niet een persoon die op één plek kan blijven voor te lang, denk ik. Dus ja, ik zou nooit meer mijn vrienden zien. Dat klinkt wel heel erg hard. Maar... Ja, dat is wel wat een kut. Wat een nare, vervelende. Wat een piep vraag. Wat een piep. Ja. Nooit meer reizen. Nooit meer reizen. Vrienden zitten hier. Vrienden zijn er niet bij. Ik kan niet nooit meer reizen voor mijn werk. Want ik kan geen wedstrijden meer zwemmen. Dus dan denk ik dat ik toch maar mijn vrienden moet opgeven. Ja, oké. Okay. Ik ga zeker nooit meer reizen. Maar aan de andere kant, nu reis je ook met je vrienden. Soort van. Toch met je vrienden? Ja. Camping of hotel? Hotel. Camping. Campingleven. 'S Ochtends wakker worden en je komt zo je caravantje uit en gaat ze op je terrasje zitten met een lekker croissantje aan het smeren. Een beetje hagelslag erop. Croissant met hagelslag. Ja. Ja, ik ga kamperen deze zomer, dus maar... camping. Camping? Ja. Ja. Ik heb dus nog nooit gekampeerd, echt. Dus maar ik denk als ik echt moet kiezen voor altijd kamperen of altijd hotel, dan zou ik denk toch hotel kiezen. Maar wij gaan een keer kamperen samen. Ja, maar is goed. Ja. Heb je een tent? Nee, maar dat... Nee. Een goede combi van is. Ja, het is beter als je het kan combineren. Een paar nachtjes hotel, een paar nachten camping. Het zijn de beste vakanties. Ken je een woord in het Hongaars en wat betekent het? Florent. Money. Ja? Hey, Niels kan ook vragen wat hoor. Ja, ik zei. Oh, nice, de quiz. De quiz. Oh ja, ik ben gewoon. Alles. Dat was je niet mij gisteren, man. Oké. Er kwam gisteren een dude binnen. Een of andere Pool. Gewoon de kamer binnen. Spreekt ons aan in het Pools. Laat zijn sleutel vallen, pakt hem op en loopt hem weg. Maar hij kan aan het lachen. We gaan met z'n vieren een film kijken. Hij is zo. Oké, okay, vakantieplan. Top. Oké. Wordt het Hongaars? Oké, dat ga ik niet zeggen. Sia. Oh, Sia. Kussie. Hallo. Kussie. Bedankt. Kussie, bedankt. Siri gaat er ook meteen voor. Oh. Hey, hallo. Hi, Siri. Hey, hallo. Hallo. Nooit meer mijn vrienden zien. Ik heb hem op hotel. Hotel. Ken je een woord in het Hongaars en wat betekent het? Ja, die weet ik. Mag ik? Oké. Okay. Jij mag. Ja, je bent al. Kossenam. Oh god, bedankt. Dat is de enige die ik weet. Yoragat betekent goedemorgen. Yonapot is... Ja, dat is... zie je? Dat is hoi. Zie je? Hoi. En, ja, ik wist nog wel iets. Shibesen, dat betekent you're welcome. En Tsia is hoi. Ik zou zeggen dag. En dat betekent dan ja. Geen idee. Ik hoor best wel da hier. Da. Ja. En... Oké, nu zie ik er heel dol uit hiernaast. Dat is gewoon perfect Hongaars. Ik wist nog wel iets, maar dit is het voor nu. Dat is genoeg. Huf. Betalen. Ja. Wil je liever iedere taal op de planeet perfect kunnen spreken of met dieren kunnen praten? Ik zou liever de taal willen spreken. Nee, ik zou liever met mijn toekomstige puppy kunnen communiceren. Met zijn toypoedel. Ja. Ja. Nou, prima. Heb je nog iets te melden? Elke taal is wel heel veel, denk ik. Ja, maar dat is wel cool. Maar met dieren praten, dat is ook cool. Ja, maar ik denk dat je... Ja, ik weet niet. Dat je zo, als dat hondje zo... Aan het ruiken is dat hij dan ook echt weet wat hij denkt. En dat hij zegt van, Jezus, kun je dat stinkt die sokken van jou. Nee, ik zou het een confronterend vinden, denk ik, als mijn huisje tegen mij kunnen praten. Hallo, verschoon die kom nou! Al die vissen. Ja. Nee, ja. In plaats van een hond hoort blaffen, hoor je hem alleen maar uitschelden of wat. Ja, kutbaasje, jongen. En dit weet je anders niet.
Nee, maar het kan ook andersom natuurlijk. Doet hij alsof hij super blij is dat je thuis bent, stiekem worden je vermoorden? Ja, dat zou ik dan weer niet maar doen. Je hebt toch al mensen die met dieren kunnen praten? Ja. Nee, niet zo ding geïnteresseerd. Nee, ik bedoel, kunnen praten als in... aanvoelen. Dan, ja, je hebt toch paardenfluisteraar, hondenfluisteraar. Ja, dog whisper. Ja. Iedere taal van de wereld spreken. Ik denk met dieren kunnen praten, want er is maar één taal dat het belangrijkste is. Dat is Brabants. Stan, bedankt. Heb je nog leuke toevoeging? Ja, bedankt. Kom maar een keer naar Brabant. Het is mooi daar. Dankjewel. Maar als je iedere taal spreekt, spreek je ook diertaal. Holy shit. Dat is een antwoord vraag. Niks meer aan toe te voegen. Ja. Oké, duidelijk. Jesse, dankjewel. Heb je nog een opmerking of iets? Doei. Doei. Dank jullie wel. Nog een tip of feitje of iets wat niemand weet over Kira en Femke? Het is heel gezellig met Femke op de kamer. Is het even gezellig met Kira? Ja. Dank jullie wel. Doei. Oké, dus onze tijdje in Gior is voorbij. Zeg het weer staan. Nu paar people. En op naar Glasgow. Tot in Glasgow en een hele fijne vakantie allemaal.